Het CBS maakt veel statistieken over de arbeidsmarkt. De bekendste is die van de werkloosheid. Maar dat ene cijfer is natuurlijk veel te beperkt om de hele Nederlandse arbeidsmarkt te beschrijven. Kijk daarom mee voor een kort totaaloverzicht van de actuele stand van zaken. We beginnen met de totale bevolking van alle mensen van tussen de 15 en de 75 jaar. Onder de 15 mag je nog niet werken, boven de 75 werkt bijna niemand meer. In het tweede kwartaal van 2018 waren dat in totaal 12,9 miljoen mensen. De meeste mensen daarvan hebben betaald werk, 8,7 miljoen. Daar zitten scholieren bij met een bijbaan van een paar uur in de week, maar bijvoorbeeld ook mensen die 60 uur per week of meer werken. Maar betaald werk hebben ze allemaal. Dan is er nog een grote groep van 3,2 miljoen mensen die geen betaald werk hebben en dat ook niet willen. Daar zitten bijvoorbeeld gepensioneerden bij, of mensen die ziek zijn, of mensen die zorgen voor hun kinderen of voor het huishouden. Dan blijven er dus nog 1 miljoen mensen over die niet werken, maar dat misschien wel zouden willen. Die telt het CBS niet allemaal als werkloos. Om als werkloos te tellen moet je voldoen aan de criteria van de International Labour Organization. Wij doen dat om op die manier onze cijfers zo vergelijkbaar mogelijk te maken met die van andere landen. Volgens de statistische definitie tel je als werkloos als je aan drie voorwaarden voldoet. In de eerste plaats heb je geen betaald werk. In de tweede plaats heb je ergens in de afgelopen 4 weken actief naar werk gezocht. En in de derde plaats moet je tussen nu en 2 weken kunnen beginnen met werken. Volgens deze strikte definitie tellen er medio 2018 354.000 mensen als werkloos. Dan blijven er dus nog 598.000 mensen over, die niet als werkloos tellen. Toch vallen ze niet buiten beeld. Je kunt die groep onderverdelen in 3 kleinere groepen. In de eerste plaats zijn er mensen die wel willen werken, maar niet onlangs hebben gezocht. Bijvoorbeeld omdat ze de zoektocht hebben opgegeven. Dat zijn er 209.000. En dan zijn het mensen die wel hebben gezocht, maar niet snel kunnen beginnen. Bijvoorbeeld omdat ze met vakantie gaan of nog studeren. Dat zijn er 169.000. En dan is er nog een groep mensen die wel wil werken, maar niet heeft gezocht en ook niet snel kan beginnen. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of mantelzorg verlenen voor een ziek familielid. In totaal gaat het om 220.000 mensen. Wilt u meer weten over de Nederlandse arbeidsmarkt? Kijk dan op onze website cbs.nl.